dat zien we vandaag de dag ook niet meer. Hè? Deze glazenwassers waren. Dat de glazenwasser met zo'n wagen voor de deur komt. Het gaat tegenwoordig wel wat anders. Hè? Hier zien we links op de hoek van de Den Hettigstraat Café De Kroon. Die er al een jaar heeft gezeten, en nog waarschijnlijk. Rechts hadden we Bartje, de kippenboer. Waar we vroeger nog wel eens een keertje kwamen. En daarnaast rechts het sigarenmagazijn van Pierre Marst. Ook heel lang gezeten. Dat staat nog ergens op mijn website. Laat ik al over. Een stukje over de gezellige tijd als er sneeuw was gevallen. De kinderen buiten, sneeuwballen gooien, sleetje rijden en dergelijke. Ja, dat zou je vandaag de dag ook nog wel zien, maar gewoon niet, toch niet meer op deze manier zo. Ja, ziet er toch wat gezelliger uit. Thank you.
slotte nog een bekend filmpje die door veel Rotterdammers is gemaakt in de dierentuin. Dierengaarde Blijdorp. Ja, blijft altijd leuk en ik zou weer eens meer moeten gaan doen.